Maroondag herinnert ons aan eenheid in verscheidenheid en de voordelen van de door Maron voorouders gevoerde strijd. Zo klonk de boodschap van president Chandrika Prasad Santokhi vanmorgen tijdens de kranslegging op het plein van 10 oktober. De kranslegging staat in het teken van het eren en brengen van een ode aan de voorouders voor de gevoerde strijd en de herdenking van de gesloten vredesverdragen. Het staatshoofd merkt op dat deze dag een teken is van een groeiende samenleving. Niet uitgesloten wordt de onderlinge saamhorigheid die door de jaren heen beter op gang komt door verschillende cultuuruitwisselingsactiviteiten. Als samenleving moet er gekeken worden naar mogelijkheden om elke bevolkingsgroep overal van het land tot ontwikkeling te helpen brengen. En dat is wat we moeten doen. Voor zorgen dat de eenheid er. Ja, even look back 260 jaar. De UBND inderdaad onder het bewind, onder het beheer. En onder de controle van die kolonisator, van de koloniale meesters. Nou ben Kantakia, dat nou ben boem, dat nou ben boem, dit de man doet, dat de man doet aan de UNO. Maar die de we abu kondre en u egi anu. En nou na vraag, sa UNO ou do? Sa UNO ou do na na kondre? Sa UNO ou do na na gudof UNO? Sa UNO ou do na na busif UNO? Sa unu ou du nga goutu funu, sa unu ou du nga oli nga gasa e kondape, sa unu ou du nga de ala de rijkdomme, wat ino kan so finga trasu mamoro. Voor vice-president Ronnie Brunswijk is de mentale vrijheid cruciaal voor een betere toekomst. Het is zaak dat er gewerkt wordt aan het loskoppelen van het pijnlijk verleden en het niet te gebruiken als obstakel. Brunswijk adviseert juist om het verleden om te zetten in wilskracht voor het verder brengen van de Maron-gemeenschap in alle lagen van de samenleving. A eenheid, totak eenheid, natak ja eenheid, voor aprom te jarigowang. Maar a eenheid, a eenie, a gemeenschap, peelibi, na peelibi jang eenheid. Dat heeft er in de kapé, de kwalentoon dat we aswego door, telek a ee aprom te jarig compleet. Na zo no. Maar if we lekker den baken man, je hoofd kan zeven. Dan moet je zeggen, aan de ene stad je dwang zo. Sama na je dwang aan jou. Nou was sama na je dwang aan sama. Dat moet je als aan schieten aan vrije wil. De dag der Marons is een jaarlijkse herdenkingsdag. Maron-gemeenschappen van Suriname en Frans-Guyana verspreid over de hele wereld eren en vieren de moedige strijd van hun voorouders voor vrijheid en tegen onderdrukking. De strijd leidde tot historische vredesverdragen, namelijk het vredesverdrag van 1760, de Okanisi, 1762, de Samaka, 1767, de Matawai en 1860, de Aluku, waarbij het Nederlandse koloniale bestuur gedwongen werd om vrede te sluiten en zo de vrijheid en menselijke waardigheid van de Marons te erkennen.